Over het, de spelingswet? Nee, een koers. Nou, wij zitten vooral te wachten op een... Ik, wij gaan niet over de koers in dat opzicht. Wij gaan over... Nou, trouwens, wat wij zouden willen is een liberaal verhaal. En dat, dat gaat niet per se over of het rechts of links is. Dat gaat over of je heel duidelijk durft te zeggen... zo interpreteren wij dat. Dat is volgens mij al stap één. En vervolgens gaan we ook nog eens bemoeien tegen de inhoud. Oké. Kalle Duvecote, dan gaan we even naar jouw partij. Um, die natuurlijk ook, of jouw partij, uh, D66, laten we het weer de moederpartij noemen. Hè. Als jonge democraten vinden jullie er natuurlijk ook wat van. Daar ben je over aan het nadenken waarschijnlijk. Um, er komt een verkiezingsprogramma aan, daar zijn ze um, aan het schrijven. Ben jij dan nog bezig als voorzitter om daar ook wat invloed op uit te oefenen? Ben je nu al, probeer je al uh, met mensen contact te leggen van dit en dit willen wij erin? Ja, zeker. Uh, sterker nog, dat is ook echt wel een pluspuntje voor uh, D66 voor jongeren betrekken. Uh, ik zit zelf in de verkiezingsprogramma-commissie. Dus wij worden daar heel dicht bij betrokken... om inderdaad te kijken van hey, hoe moet dat nieuwe geluid eruit gaan zien. Hoe moet nieuwe politiek er volgens D66 uit gaan zien. Dus daar zijn we zeker mee bezig als jongeren. Want het was Kaag. Ik bedoel, het, de term nieuw leiderschap is verzonnen door Kaag en D66. Maar dat is nooit helemaal uit de verf gekomen. Of vind je zelf van wel? Nee, dat is inderdaad uh, ergens niet, niet heel duidelijk meer uh, overgekomen wat een nieuw leiderschap zou, uh, zou moeten zijn. Uh, maar dat neemt niet weg dat we op dit moment in Den Haag echt inderdaad een opening zien om het allemaal anders te gaan doen. En uh, daarom is het juist goed dat deze 60 nu echt met het geluid komt van: oké, okay, hoe moet die politiek dan anders gaan uh, eruit gaan zien? En valt dat dan op één poppetje zoals de vorige keer werd het heel erg rondom elkaar opgezet, nieuw leiderschap, et cetera? Of moet iedereen in Den Haag even in de spiegel gaan kijken inderdaad, en het anders gaan doen? Uh, wij en wat vinden... moet Jetten dan gaan doen, volgens jou, om dat wel voor elkaar te krijgen? Nou, eigenlijk de politiek heel anders aanvliegen. En vooral veel meer mensen daarbij gaan betrekken. Voornamelijk als ik even denk vanuit de jongeren. Ik ben vanuit de jongerenpartij. Betrek jongeren echt op een radicaal andere manier. Je ziet dat het vertrouwen van jongeren in de politiek heel erg achterloopt. Jongeren gaan nog steeds niet heel hard stemmen. En wat wij dan heel graag zouden willen zien. Is dat dan niet alleen maar jongeren. om het vinkje erbij jongeren inspraak te kunnen zetten. aan tafel worden gezet. Maar dat ze ook echt mee mogen praten over hoe de tafel eruit ziet. Een voorbeeld wat ik daarvan altijd heel vaak aanhaal. is de toekomst stoel, dat is volgens mij door Jan Terrouw op een gegeven moment geïntroduceerd. Hartstikke mooi, gingen allemaal prominente uh, partijleden uh, en politici, uh, gingen een stoel aan tafel zetten van, hé, hey, uh, als wij naar deze stoel kijken, dan herinneren wij ons, onze keuzes hebben ook invloed op de nieuwe generatie. Ik zou dan zeggen, ja, zet dan ook echt daadwerkelijk een jongere op die stoel en laat hem meepraten over waar die stoel allemaal aan tafel zit. Uh, dat is uh, niet alleen mijn idee, dat is ook van hoogleraar uh, Kuiling Freks. Uh, die zegt eigenlijk van ja, je moet uh, jongerenparticipatie echt zien als uh, iets uh, waarmee je ook met jongeren gaat praten over hoe het spel eruit ziet in Den Haag. Over hoe de tafel in Den Haag eruit ziet. Is dat ook niet een beetje jouw taak dan? Ja, zeker. Het is dus ook mijn taak om, om daar inderdaad ook de eerste stappen in te gaan zetten. Om inderdaad ook uh, de mensen in mijn moederpartij erop aan te spreken... van hé, hey, is dit nou de manier waarop je politiek wil gaan voeren? Uh, of kunnen we het met z'n allen toch anders gaan doen? Uh, daarom ben ik in ieder geval heel blij dat ik uh, nu bij het verkiezingsprogramma zit. Uh, maar uh, dat moet eigenlijk op veel meer fronten. Ik, uh, ik kan niet overal zitten. En ook nadat ik weg ben als voorzitter uh, moet dat zeker ook gewoon uh, gebeuren. En het is ook heel goed als uh, niet alleen jongeren van jongere partijen worden betrokken. Uh, want er zijn ook een hele hoop jongeren uh, die veel minder makkelijk uh, hun weg... Naar de politiek weten te vinden. En juist hun stem is ook heel belangrijk. Uh, hoe werkt dit dan? Moet dan D66 iemand van straat plukken? <laughs> oh, er zit iemand hangjeugd. Die gaat... Hoe werkt dit? Nee, je moet uh, gewoon echt gaan kijken van uh, zijn wij in al onze pressen, in, in hoe wij onze standpunten opzetten. in uh, hoe wij onze vergaderingen als partij opzetten. en, en, en hoe wij onze volksvertegenwoordigers eigenlijk neerzetten. Uh, komen we dan ook wel echt uh, in, uh, in contact met uh, de mensen op straat, inderdaad, uh, bijna. Uh, dus ga bijvoorbeeld op bezoek uh, bij MBO. Zorg dat je als partijopener staat daarvoor. Uh, ga echt kijken van hey, hoe kan je de politiek op die manier aanpakken. En dat geldt trouwens niet alleen voor jongeren. maar ook gewoon überhaupt uh, voor Nederlanders meer betrekken. Ja, ik vind. Ik vind het wel lastig, want ik, ik, vind, ik heb het idee dat dit, want volgens mij zie je hier, ja, ook bij de fractie, hè, volgens mij worden al heel veel dingen altijd geprobeerd om jongeren te betrekken. Volgens mij is politiek gewoon veel te moeilijk en wordt het altijd veel te lastig en eigenlijk ook wel te serieus soms, dat ik denk dat uitgelegd. Maar politiek bestaat uit heel veel complexe vraagstukken die heel ingewikkeld zijn. Maar je mist soms ook wel een beetje iemand die het op de eenvoudige manier, daar kan je denken, Caroline van der Pas ook altijd heel erg voor prijzen, ook dat kan uitleggen, waardoor ook mensen kunnen begrijpen wat er gebeurt. En dat heb je veel meer nodig, denk ik, dan weer een extra stoel aan tafel. Terwijl de kritiek ook vaak is. Dat het juist te plat wordt geslagen, dat het te plat wordt en dat daarmee ook het ambt van bijvoorbeeld de Tweede Kamerlid te, te niet meer serieus wordt genomen. Ja, dat vind ik. Ik vind dus helemaal niet dat, dat het duidelijk en eenvoudig kunnen uitleggen. Volgens mij is dat heel erg de taak van een politicus, maar dan we vervolgens wel de juiste keuze kunnen maken. Volgens mij is politiek het bij elkaar brengen van goede keuzes maken en vervolgens ook kunnen uitleggen waarom die keuzes worden gemaakt. En dat kan niet altijd in de, veel te moeilijke worden en op een veel te serieuze manier. Daar heb je meer types voor nodig die dat ook goed kunnen vertellen.